Welkom bij Zondag met Lubach. We beginnen met de kroegen, want sinds vorige week moeten die eerder dicht. En dat is voor iedereen vervelend, maar voor deze man is het extra zielig. Hoe verlopen de weekenden op dit ogenblik in dit café? Dramatisch. Moet om 10 uur dicht, dus ja. 9 uur de deur dicht, 10 uur de mensen daarbuiten. Ja, dat is ook wel echt balenmans, toch? Ja. Want om weer later dicht te mogen, moeten mensen zich beter gedragen. Maar als je later dicht gaat, gaan mensen zich slechter gedragen. En dan moet je weer eerder dicht. Dat is een situatie, daar kom je niet uit. Er is logisch gezien gewoon geen oplossing mogelijk voor de eigenaar van biercafé Catch 22. Gelukkig heeft hij veel steun aan zijn collega's Sjoerd Kutsoy van Wijnbar de Self-Fulfilling Prophecy. En Gerard Gabe weer van Lunchroom Déjà Vu. En dan, Klaas Dijkhoff gaat de politiek verlaten. Het nieuws was zo belangrijk dat het Sportjournaal ervoor onderbroken werd. Goedenavond. Goedenavond. Klaas Dijkhoff ziet geen toekomst meer voor zichzelf in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter wordt hij dus niet meer, dat zegt hij in een interview met NRC. Ja, dat zei hij in een interview met NRC. Hoe dom. He, je weet dat er een journalist meeluistert. Vind je het gek dat het dan de volgende dag meteen in de krant staat? Nou, ook bij de NOS hadden ze een interview met Dijkhoff geregeld. En daar zei hij, jammer dat Klaas Dijkhoff ermee stopt. Fijne vent om mee samen te werken. Nou, VVD natuurlijk ten einde raad. Want wie moet dan de leider worden van de VVD? Hij schuift Rutte naar voren als nieuwe lijsttrekker van zijn partij. Hij schuift Rutte naar voren? Wat een meesterzet. Ja, er loopt bij ons een jongen rond. Toen ik die 10 jaar geleden binnen zag komen als premier, dacht ik al, dat is er eentje om in de gaten te houden. Ik ga me veel plezier aan mijn leven. Nou, de VVD hoeft dus niet per se op zoek naar een nieuwe lijsttrekker, want Dijkhoff heeft Rutte al naar voren geschoven. Maar ze moeten nog wel op zoek naar iemand anders, een running mate. Want dat is helemaal hip tegenwoordig, een running mate. Kijk, hier vrijdag, Carola Schouten, een running mate op nieuwe ChristenUnie-kandidatenlijst. Dat is gewoon de nummer 2 dus, maar oké, een running mate. En op nummer 3, 4 en 5 van die lijst van de ChristenUnie staan trouwens nieuwe namen, schrijft de NOS. En dat klopt, letterlijk. Mirjam Bikker, Don Seder en Pieter Grinwis. Ik snap dat ze hun hele ideologie baseren op iets dat verzonnen is, maar dan mogen de mensen die het gaan uitvoeren toch nog wel echt zijn. Pieter Grinwis, Gryffindor. Ook bij het CDA hebben ze een running mate. Dat is Pieter Omtzigt. Het is een baantje dat hij kreeg toegewezen 1,5 seconden nadat hij de lijsttrekkersverkiezing verloor van Hugo de Jonge. Ik mag dat doen als lijsttrekker. Jij gaat dat doen als running mate. En dat is fantastisch. Ja, fantastisch. 1 minuut geleden was ik nog bijna lijsttrekker en nu ben ik running mate. En hij vraagt zichzelf ook af wat dat is. Hugo de Jonge heeft u meteen omarmd als running mate. Ja. Wat gaat dat inhouden? Dat weet ik nog niet, want dat heb ik ook pas 10 minuten voor hiervoor gehoord. Dus zelfs iemand die altijd de onderste steen boven wil en die zelf running mate is, komt er niet achter wat het inhoudt. Nou, dan zal ik het je maar vertellen. Het is niks. We kunnen ook de nummer 6 op de lijst The Barking Goat gaan noemen. Of de nummer 11 The Talking Cloud. Running mate is niks. Ja, maar als we winnen, dan word ik vicepremier, toch? Nee. En als Gert-Jan Segers onder een tram komt, ben ik dan president? Nee. Gert-Jan Segers woont in Amersfoort, daar heb je geen trams. Je bent gewoon de nummer 2. Als Gert-Jan Segers te laat voor de tram is en hij moet er achteraan rennen en jij rent een stukje met hem mee, kijk dan. Dan ben je een running mate. Dan pas. Hallo aardbewoners, hier Arjen Lubach vanaf de planeet Mozark. Vrolijk Murilan iedereen. Ik hoef geen cadeautjes, maar abonneer je wel even op ons kanaal. Dat is wel zo netjes. Ja toch? Klik. Ergens.